Met bij de video over het organiseren van je CSS. Ik ga uitleggen wat dat de beste manier is om je CSS te gaan verdelen over verschillende bestanden, maar ook hoe dat we binnen een CSS-file onze structuur kunnen behouden. Waarom is het zo belangrijk om onze code gestructureerd te houden? Um, Standaard, als we CSS schrijven, dan loopt het aantal lijnen CSS al snel op. En als we achteraf nog een aanpassing willen doen of een update aan onze website, dan kan het wel lastig zijn als we onze code niet hebben gestructureerd of georganiseerd. Daarom gaan we dus altijd zo gestructureerd mogelijk proberen werken. Um, we hebben eigenlijk twee belangrijke zaken waar we rekening mee moeten houden. En de eerste is onze files gaan onderverdelen. Um, en ik heb hier al een voorbeeld gegeven van hoe dat de beste manier is um, om je files te gaan ja, opdelen in verschillende blokken. Uh, we beginnen eigenlijk eerst en vooral met onze main.cs. In deze file is de CSS die we altijd in onze HTML-pagina's gaan inladen? Um, we willen eigenlijk altijd, of meestal toch maar één CSS-file, omdat we dan uh, ja, zo weinig mogelijk server requests hebben. Uh, en dat willen we behouden, want als we veel server requests gaan hebben van al onze CSS-files, dan gaat onze website vertragen. Dus we willen eigenlijk altijd met één CSS file gaan werken um, en dat is in dit geval onze main.css. In onze main.css staan er eigenlijk allemaal imports die de verschillende CSS files gaan importeren. Um, ik heb nu vier grote blokken eigenlijk en dat is onze base, onze components, onze layout en onze pages. Uh, onze base zijn eigenlijk alle standaard basisinstellingen van onze website. Dus bijvoorbeeld resets um, en uh, het importeren van typografie of uh, het aanpassen van uh, uw grootte van uw h1 etc. Alle standaard instellingen die we eigenlijk gaan willen aanpassen um, van onze website. Dus nog niet per se uh, styling of zo. Ik heb hier bijvoorbeeld een reset. Um, met op onze root onze font-size naar 62,5% gezet, zodat we makkelijker met uh, REMS eenheden gaan kunnen werken en ook bijvoorbeeld onze padding en margin op 0 gezet, uh, want standaard heeft bijvoorbeeld een ul al padding aan de linkerkant en een header heeft ook al margin langs de boven- en onderkant. Um, dus deze reset kan uh, wel handig zijn. In onze components gaan we eigenlijk allerlei elementen of UI-elementen inzetten. Zoals bijvoorbeeld buttons. Buttons is een goed voorbeeld uh, voor een CSS-file in components. Ik heb hier bovenaan al verschillende buttons, eigenlijk allemaal dezelfde buttons. Uh, en vaak is dat ook zo. Vaak hebben we op een website ook uh, Meerdere buttons die we gaan hergebruiken op, uh, op verschillende pagina's of verschillende secties van uw pagina. En daarom is het vaak handig om gewoon één styling te maken voor die button, die button uh, een klasse te geven. Ik heb deze button nu bijvoorbeeld de border button genoemd. En elke, elk A-element, dat ik nu uh, of maakt zelfs niet uit welk element. Dat ik nu een border-button-class geef, zal er zoals deze button gaan uitzien. En ga ook deze hover-effectje hebben. Um, dan hebben we onze layout. In onze layout gaan we eigenlijk uh, de onderverdeling van onze pagina-elementen, die ook terugkomen op verschillende pagina's zetten. Wat houdt dat juist in? Bijvoorbeeld in grid.css um, gaan we vaak nodig hebben over... Heel onze website, of een header of een footer, bijvoorbeeld, zijn ook elementen die terugkomen um, en, grote, allee, en een groot stuk van ons uh, layout bepaalt. Um, ik heb hier voor bijvoorbeeld een header, um, een achtergrondkleur gegeven en een padding. Um, dat is deze stuk, uh, dat onze header is. En als we naar onze buiten gaan. Um, hebben we dezelfde header. En dan komen we bij onze laatste blok en dat zijn de pages. Deze files gaan meestal onze langste CSS files zijn. Dus hier moeten we zeker rekening houden met binnen in onze CSS code uh, gestructureerd te werken. Um, ik heb hier ook al about en home.css aangemaakt. In Home heb ik mijn code eigenlijk gestructureerd tegenover uh, onze HTML. We gaan eigenlijk een beetje onze CSS chronologisch zetten, zoals we onze HTML hebben opgebouwd. Wel wat ik nu ga zeggen: ik heb hier een blokje Worlds en als ik wat verder ga, heb ik een blokje Players. Als ik naar mijn HTML ga kijken, heb ik ook eerst een section Worlds en onder de section Worlds komt een section Players. Dus we gaan altijd van boven naar onder onze CSS zetten zoals onze HTML eigenlijk geschreven is. Um, dat als eerste puntje. Um, gaan we met mijn tweede puntje ook nog rekening houden? En dat is de diepte van onze HTML. Onze container-elementen gaan we altijd eerst zetten. En hoe dieper dat we gaan, um, hoe lager dat we die in onze CSS gaan zetten. Ik heb bijvoorbeeld hier onze container. Players staan um, die staat hierin, en daarin hebben we list elementen, um, dus die staan een nivootje dieper en in onze section met de ID players. Dus we hebben eerst players en dan onze list elementje dat in onze ID players zitten, We gaan dus niet onze code hier zetten, uh, want dan is die niet meer chronologisch. En hieronder hebben we dan nog een klasse register. Als we gaan kijken, uh, register staat onder onze listelementjes, dus die komt ook onder ons listelementjes staan in onze CSS. Dit waren enkele tips van hoe dat we onze CSS het beste kunnen gaan organiseren. Um, de files van deze kleine website staan op GitHub en deze GitHub-link staat in de description.